Welkom bij onze eerste oefening voor Raymond Fit. En die eerste oefening die heet handloos opstaan. Want wat gaan wij nou doen? Wij gaan ervoor zorgen dat we op verschillende manieren opstaan om jou weerbaarder te maken. Want wat wij vaak doen als mens is we staan vaak op dezelfde manier op. We bewegen op dezelfde manieren. En dat zorgt er op een gegeven moment voor dat we steeds stijver worden, want onze comfortcirkel wordt daarin kleiner. Dus wat we normaal gesproken doen is als we opstaan, dan zie je mensen bijvoorbeeld op deze manier handen op die knie en weer gaan staan. En als je dat altijd blijft doen, wat gebeurt er? Dan worden andere manieren van opstaan steeds moeilijker en andere posities worden steeds stijver. Want die gewrichten en die pezen die gaan wennen aan die manier van opstaan. Dus wat wij gaan doen is op verschillende manieren opstaan zonder je handen te gebruiken. En dat gaat ervoor zorgen dat jij soepeler wordt en bewegelijker wordt en minder kwetsbaar wordt. Dus, wat ik aan jullie ga vragen is 5 verschillende varianten doen van opstaan zonder je handen te gebruiken. Ik laat de eerste manier zien en vervolgens mag je 4 verschillende manieren bedenken om op te staan zonder je handen. De eerste manier, heel simpel. Dat lukt dat dus nog niet, hè? Dus wat betekent het? Dat ik hier bijvoorbeeld nog stijf ben. Dus wat wil je? Je wil dus echt dat je naar voren kantelt, opstaat, hup, en gaat staan. Dat is de eerste manier. Ik wil jou 4 verschillende versies dus zien. En als jij denkt van nou, dat lijkt me hartstikke leuk om te doen. Ik ken een hele gekke manier van opstaan. Stuur ze dan op naar radio@rijnmond.nl. En wie weet posten we jouw filmpje op social media. Succes!